Stel, je zit ergens mee en je weet niet wat je moet of kan doen. Je wil het liever nog niet met je ouders of vrienden bespreken, maar met wie dan? Dan zijn wij er voor je. We luisteren naar je, denken met je mee en zoeken samen met jou naar een oplossing. We gaan nu naar Dennis. Dennis is begeleider passend onderwijs. Een begeleider passend onderwijs is iemand die een leerling weer op weg helpt op school. Dat kan in de klas zijn, maar ook daarbuiten. En naast voor alle leerlingen zijn we natuurlijk ook voor alle docenten en mentoren. Die we ook veel spreken over de leerlingen of over bijvoorbeeld klassensituaties. Daarnaast praten we heel veel met ouders. En samen maken we natuurlijk een plan om jou weer op weg te helpen op school. Dus, maak jij je ergens zorgen over of wil je ergens over praten? Zit je bijvoorbeeld niet goed in je vel? Loop bij ons binnen en praat met iemand van het zorgteam. Het kan je helpen. We lopen nu naar Patricia Masselink. Zij is zorgcoördinator op het HVC. Mijn naam is Patricia Masselink en ik ben de zorgcoördinator op jullie school. Normaal gesproken kom ik eigenlijk helemaal niet in beeld voor jullie, omdat jullie als wat is door je mentor aangemeld wordt voor wat extra ondersteuning. Maar in deze bijzondere tijden, hè, dat jullie toch al een tijd toch wel anders naar school gaan dan normaal, dachten wij dat het goed was om eens aan jullie te laten zien wat er allemaal voor begeleiding mogelijk is op school. Want stel je voelt je wat somber de laatste tijd, of je wordt toch wel heel nerveus van al die toetsen die ineens op je afkomen, of je vindt het toch lastig om je sociale contacten te onderhouden nu, want het moet toch allemaal onder allerlei regels, ga zo maar door. Als er iets is waar je hulp bij zou willen hebben, al is het alleen maar een luisterend oor, dan kun je je altijd bij mij melden of via de mentor mag dat natuurlijk ook. We gaan nu naar Maud. Zij is onze schoolcoach. Hoi, ik ben Maud van der Horst. Ik ben de schoolcoach van het Herbert Visser College. Je kan bij mij terecht met name ook over zaken die buitenschool spelen. Dus bijvoorbeeld over je thuissituatie, als daar dingen niet lekker lopen. Als je niet lekker in je vel zit, of je ouders worden ziek of gaan plotseling scheiden. Je maakt je zorgen over iemand of dat soort zaken. Ik kan naar je luisteren, ik kan met je meedenken en samen kunnen we op zoek gaan naar oplossingen.